Hi, het is weer tijd voor een nieuw vlog. Vandaag ga ik een andere auto ophalen. Dus een auto eigenlijk die ik ga gebruiken naast de Z en ja, naast mijn BMW Daily die ik heb. De auto staat in België. Dus net zoals de Z eigenlijk gaan we weer een auto ophalen in België. En het is een auto ja, die echt mijn hart heeft eigenlijk. Ik heb nooit eerder een droomauto gehad, maar ja, die auto is gewoon iets speciaals. Het is gewoon een weerspiegeling van mij. En het klinkt allemaal heel vaag, maar het is gewoon echt de auto voor mij. Dus ik ben heel blij dat ik die zo meteen ga ophalen. Ik zou zeggen, blijf gewoon kijken en dan komen jullie erachter wat het is. Over 600 meter rechts aanhouden. Trailer bitch. Wat hebben wij op de car staan? De auto. Auto. Sylvia. Zo, het is alweer ochtend en we hebben dus gisteravond de S15 opgehaald. Ik ben er echt zo blij mee. Ik heb gisteren nog even een rondje gereden uiteraard. En ja, het voelt gewoon echt ja, super aan en ja, het voelt gewoon heel vertrouwd. Dus ja, ik weet wel dat ik de goede keuze heb gemaakt. En ja, nu is het eigenlijk een kwestie van allerlei dingen uiteindelijk gaan ombouwen en doen. Maar ja, ik heb er nog wel een beetje tijd mee. En ja, de auto moet op kenteken gezet worden. Dus dat gaat nog even wel zijn tijd kosten. En we gaan wel proberen om zo snel mogelijk op kenteken te zetten. Want misschien ga ik er dan waarschijnlijk wel dagelijks mee rijden. Dat is natuurlijk wel heel leuk. En ja, dus ik denk dat jullie vanzelf al voorbij zien komen wat er al met de auto gebeurt. Dus blijf het gewoon een beetje in de gaten houden. En af en toe zal ik even een vlogje proberen te maken. Zoals aanstaande zaterdag ga ik ook naar Solf, waarschijnlijk ook met de Z. Dus dan zullen de Z en de S15 elkaar voor het eerst ontmoeten. Instant love, hoop ik. Oké, nou, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en tot snel. Doei!